Eindelijk is het zover. Het Stedelijk Museum Schiedam is officieel heropend. Na een verbouwing van 1,5 jaar is het museum vandaag voor het eerst open voor publiek. Burgemeester Cor Lamers en staatssecretaris Gunay Oesloe mochten het museum openen. En daar was lang naar uitgekeken. Ja, ik ben ontzettend blij. Het museum is open. Ik zie zoveel leuke mensen, goede reacties. De zon schijnt. Ja, het is echt een fantastische dag. Ja. Het aftellen is voorbij. Ja, eindelijk. Ja, ik zei het net ook al tegen iemand. Het voelt als eindelijk, omdat ja, dat is een goed signaal. Mensen hebben het gemist, maar we hebben het eigenlijk ook best wel snel gedaan in 1,5 jaar tijd. Het is natuurlijk fantastisch dat je hier gewoon rond mag lopen en met allemaal mensen om je heen die verwonderd om zich heen kijken. Kinderen, families, mensen die hier wonen, die onderdeel zijn van wat je ziet. Hè. Je ziet echt, nou ja, je ontmoet mensen die hier aan de muur hangen en vertellen over hun verhaal. Dus die buurtparticipatie en hoe Schiedammers hier een plek hebben gekregen in het museum is echt heel indrukwekkend. En een voorbeeld voor allemaal andere instellingen. Hoe je de mensen nou hier gewoon in je instelling haalt en onderdeel maakt van je verhaal, van je geschiedenis. En dat het een soort, ja, huis is, een thuis is. Ik ben begonnen in coronatijd en zonder museumgebouw. Dus ja, dat is sowieso een beetje een gekke situatie. Maar nu zie ik ook die blije gezichten van iedereen weer. En dan weet je, daar doe ik het voor. Dit is het leukste deel van mijn werk. Dat je gewoon heerlijk tussen de mensen en geniet van wat er allemaal wordt gemaakt. Zo'n museum die dan toch een soort, ja, dat je teruggaat in de geschiedenis. Maar ook naar nu komt, want je ziet ook wat er allemaal nu gebeurt. En het, ja, het ontregelt, het verrast je als mens. Dus dat is wel echt voor mij een feest. Ja, er is heel veel te zien momenteel. Maar het laat wel precies goed zien waar het museum voor wil staan. Dus aan de ene kant hebben we in het Souterrain een panorama Schiedam. Daarmee laten we echt de Schiedammers zien van, hey, dit is jullie geschiedenis. Daar ben ik heel trots op. Tegelijk staan we nu in een zaal waarbij een hedendaags kunstenaar, Zorro Feigl, allemaal nieuwe werken in verschillende zalen laat zien. En dat is ook waar dit museum voor wil staan. Om kunst te laten zien, maar ook kunstenaars die nu nog aan het werk zijn. De moderne kunst van Zorro boven die grote installatie waar je dan onder eigenlijk moet liggen. Dat durfde ik even niet, maar ik heb wel gezeten eronder. Dat je dan moet je gaan liggen en dan ga je dus echt in die kunstwerk, in een soort meditatief moment. Je wordt even ontregeld. Je gaat even uit wat je allemaal moet doen en boodschappen eten of dat je een speech moet houden of dat je met iemand moet praten. Dan ga je helemaal uit en dan kan je echt even, ja, in een andere wereld stappen. En dat is toch wel echt wel de kracht ook van musea en van kunst en van moderne kunst ook. Gaan we u hier vaker zien? Ja, maar dat laat ik dan niet weten. Ik kom dan even heel erg in het geheim hier naartoe en dan ga ik eigenlijk even liggen onder dat kunstwerk en dan even rondlopen. Met welk gevoel als laatste vraag doe jij zometeen de deur van het museum weer op slot en ga je naar huis? Oh, blijdschap, opluchting, ook wel een beetje vermoeidheid, kan ik eerlijk zeggen. Het was hard werken, alles bij elkaar, maar gewoon heel erg gelukkig.